Iedereen kon spreken die wou en kent de paus. De paus zegt zelfs duidelijk, hij spreekt het zelfs uit. Hij mocht niet zwijgen. Hij moet niet zeggen, ik zeg, de paus zit erbij, dan kan het niet zeggen. Het is dan dat je het moet zeggen. Hij heeft dat gedaan al enkele tijd geleden, hij heeft dat nu weer gedaan. Dat was een babbel. Wat heel veel inbreng van overal, maar ik vind een beetje te weinig. Wat er misschien ontbrak, dat is, de curie kun je niet hervormen alleen door, als je tikt een nieuw plan en een nieuwe tekeningen maken zoals we het gaan doen. Maar je moet de mensen die in die curie werken trachten een beetje beter christen te maken, want ik denk dat daar het. Het zijn mensen, het zijn niet alleen priesters, er zitten ook leken bij. Van de, en dus het eigenlijk de bekering van de congregaties en van de raden. Ik vind het verschil tussen in een raad zijn in de wereld zo en een raad zijn aan de paus in de kerk, het verschil ligt hier. Wat Paulus een keer gezegd heeft, zelfs moest ik niet betaald worden, ik zou het nog niet kunnen laten. Zoiets van dat moet erbij zijn. Of anders houd je het in de kerk niet uit. Ik moet kunnen niets voor niets doen. Zo. Of zeggen, ja, zelf al moest ik er eigenlijk moeilijk hebben. Ik zou het nog niet kunnen laten, zei Paulus, van te evangeliseren, zei Paulus. En dat moet je een beetje in je hebben als priester ook. En als leek eigenlijk, hij was gewerkt in de kerk. Mag niet misbruikt worden door te zeggen, ja, maar ik moet alles doen, je moet de overuren doen, nee, dat moet rechtvaardig zijn. Maar als je nooit een keer iets kunt doen wat niet verplicht is, begint er niet aan. Die synode over de familie, die zou nooit mogen ophouden. Dat kan niet in één keer besproken worden. Ik denk dat na oktober er nog wel een keer sessies zullen moeten zijn. Ik zou het liever hebben ook, dat men zijn, want het huwelijk evolueert ook. En de relatievorming is langzaam moeilijker. En dat gaat niet opgelost zijn met in oktober een eindtekst te publiceren, denk ik.